je leven. Hele goede middag op deze wat regenachtige tweede Pinksterdag stellen we in Geld of Je Leven een dogma uit de westerse economie ter discussie. We zijn namelijk opgegroeid met de gedachte dat economie altijd maar moet groeien en dat het een probleem is als er geen groei is. Maar is meer consumeren, meer winst en meer spullen eigenlijk nog wel mogelijk als we ook goed willen omgaan met onze planeet? Daarover praten we het komende half uur. Geld of Je Leven. Poen, 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 poen. Ondanks meerdere lockdowns is de economie vorig jaar flink gegroeid. In het tweede kwartaal van dit jaar is de Nederlandse economie met 0,6% gegroeid. Klaas stelt eigenlijk de hamvraag: hoe zorgen we ervoor dat er in Nederland weer groei is? En daar ben ik volop mee bezig. En ABN AMRO heeft na de verliezen in de coronaperiode het afgelopen kwartaal weer winst geboekt. De economie groeit weer gestaag. Je ziet dat het herstel er nu echt is. De Nederlandse groei is op dit moment een ruime dubbele van de groei in Europa als geheel. Nou, we mogen in ieder geval blij zijn dat er groei is. De groei van de Nederlandse economie trekt verder aan. De winst en omzet van drie grote Amerikaanse techbedrijven is verdubbeld. Shell heeft het eerste kwartaal van dit jaar een winst gemaakt van 6,7 miljard euro. Meer mensen hebben een baan. Meer mensen kopen een huis. Ondernemers investeren meer. Ja, hoe vaak kan je het woord groei in 56 seconden stoppen? Nou, best wel vaak dus. Meer, 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 dat is een van de dingen waar het in onze economie om draait. Maar kunnen we eigenlijk zo wel door blijven gaan? Ga ik over praten met Paul Schendeling, econoom en schrijver van het boek met als titel Hoe handel ik eerlijk? En met Sjoerd Hardeman ook, econoom bij de Rabobank. Heren, hartelijk welkom. Goedemiddag. Dank je wel. Goedemiddag. We dachten, laten we eens een wat makkelijk onderwerp bij de kop grijpen op deze tweede Pinksterdag. Ik zit ook te denken van waar te beginnen als je het moet hebben over economische groei en of we zo wel door moeten blijven gaan. Eerst jullie beiden maar eens een beetje voorstellen aan mensen die denken van, ja, wie zijn die mensen dan? Meneer Hardeman, u werkt bij de Rabobank. Dat is echt een omgeving waar volgens mij alles gericht is op groei. Nou, bij Rabobank huldigen we echt de slogan Growing a Better World Together. En dan is natuurlijk altijd de vraag, wat bedoelen we met better? En in dit geval zie ik groei ook niet als doel op zich. Het gaat echt om het verbeteren van het welbevinden van mensen. Uh-huh. En groei kan daarbij een middel zijn, maar het is nogmaals geen doel op zich voor mij. Nee, maar de cijfers moeten wel altijd zwart zijn, toch, bij een bank? Uiteindelijk moet het ook wel renderen. Hè? Ook omdat je dan weer terug kunt investeren in de economie, zodat je weer dat welbevinden kunt verhogen, zeker. Ja. En je hebt natuurlijk ook te maken met beleggers. Bedrijven hebben te maken met beleggers. Die willen toch ook altijd winst zien? Maar dat betekent niet dat je altijd... die willen wel winst zien, maar dat betekent niet dat je in slechte dingen moet investeren. Hè? Dat je in de wapenindustrie moet investeren of dat je in niet duurzame goederen moet investeren. Nee, is dat iets waar u elke dag over praat met uw collega's bij de bank? Van hoe doen we het nou zo goed mogelijk en groeien oké, maar ook goed zijn voor de wereld? Eigenlijk wel. Mijn onderzoek gaat veel al over brede welvaart. Hè? Dus nogmaals, daarin staat groei niet zomaar helemaal voorop. Het gaat niet alleen maar om de Excel-cijfers. Excel, exact. Waar het bij brede welvaart om gaat, is inderdaad echt die balans tussen aan de ene kant dat we met z'n allen wel voldoende inkomen hebben, ook naar de toekomst toe. Mm-hmm. Maar dat niet ten koste gaat van bijvoorbeeld het milieu of bijvoorbeeld de sociale stand van het land. Ja, u probeert dus beide te doen. Paul Schendeling, ik zei het al, ook econoom schrijver van het boek Hoe handel ik eerlijk. U gooit het over een andere boeg. Hè? U laat die groei volgens mij los in uw denken en idee. Dat klopt inderdaad. Tot voor kort, ik denk een paar jaar geleden, was ik niet tegen groei. Totdat ik op een gegeven moment de input van heel veel wetenschappelijke literatuur echt op me liet inwerken. Van kunnen groei en echte vergroening samengaan? En ik de conclusie trok, nee, dat gaat niet samen. Ik moet echt een ander standpunt kiezen. En is dat dan een moment waarvan je nu nog zegt van, ik weet toch precies waar ik stond of waar ik was? Of hoe gaat dat? Nee, ik denk echt dat het een soort optelsom was. Dus bijvoorbeeld het IPCC-rapport van 2018 was echt dramatisch. Dus daar kregen we te horen van, we hebben nog 10 jaar de tijd om bijvoorbeeld echt de uitstoot van CO2 in een stijlpad naar beneden te brengen. En toen ben ik ook echt meer in het onderwerp gaan verdiepen. Toen ben ik ook echt die wetenschappelijke papers erbij gaan zoeken van, wat is nou de beste bewijzen, kunnen groei en vergroening samengaan? En toen kwam ik tot inzicht, hey, dat gaat niet samen. We moeten ook echt een ander beleidspad kiezen. Oké, en waarom gaat het niet samen volgens u? Waarom moeten we stoppen met het streven naar groei? Nou, we hebben eigenlijk de afgelopen 30 jaar hebben we geprobeerd CO2 naar beneden te brengen. Dus ook de klimaatdoelen van Parijs te halen. Om
de doelen ook echt te halen in de toekomst, moet het tempo waarin we dat naar beneden brengen 3 tot 10 keer zo hoog liggen. Mm-hmm. En om dat voor elkaar te krijgen, moeten we afscheid nemen van groei. Om de simpele reden dat groei een deel van de milieuwinst telkens ongedaan maakt. Dat is de hoofdreden. En betekent dat dat u eigenlijk zou zeggen tegen meneer Hardeman van ja, u probeert beide te combineren bij uw bank, stop daarmee? Gewoon altijd voor rode cijfers? Het is sowieso een stap in de goede richting. Dus een minder groot accent op groei is een stap in de goede richting. En ook alle inspanningen die worden gedaan om de klimaatdoelen van Parijs te halen zijn ook ontzettend goed. Dus daar ben ik hartstikke voor. Ik denk alleen om effectiever en sneller te zijn, als je dan de literatuur, wetenschappelijke literatuur bestudeert, moeten we afscheid nemen van groei. Om ook echt dat tempo te kunnen verhogen, zodat we ook echt meters gaan maken. Ja, en als u dat dan hoort, meneer Hardeman, want er wordt dus tegen iemand die bij een bank werkt gezegd van nou, je moet stoppen met streven naar groei. Dat lijkt mij heel raar klinken voor u. Nou, eigenlijk niet. Hè. Groei is voor mij ook nog steeds wel een heel breed begrip. Hè. Vaak hebben we het dan over groei van het bruto binnenlands product, het BBP. Maar we moeten ons wel realiseren dat er heel veel verschillende elementen in zitten. Elementen die enerzijds niks te maken hebben met ons welbevinden. Denk aan afvalverwerking, meer afval. Denk aan wapens, de productie van wapens. Ja, dat is niet per se goed voor ons welbevinden. Nee, precies, maar er wordt wel geld mee verdiend. Dus telt het mee voor het bruto binnenlands product. Exact. En mijn punt is dus daar ook juist van niet alle groei is goed. Maar de keerzijde is ook waar. Niet alle groei is per definitie slecht. Dus volgens mij moeten we het niet zozeer hebben over de vraag, moeten we toe naar meer of minder groei? Of sommige mensen zelfs zeggen, we moeten ontgroeien. Ja, dat is wat meneer Schendeling eigenlijk voorstelt. Dat hoor ik hem niet heel duidelijk zeggen. Maar goed, daar komen we misschien zo meteen nog op terug. Sommige mensen zeggen in ieder geval ontgroeien. Ik zeg, we moeten veel meer kijken naar het type groei dat we wel en niet willen met elkaar. Hè. Sommige type groei zijn gewoon niet wenselijk, want raakt het klimaat met CO2-emissies en heeft allerlei andere, wat economen dan externaliteiten noemen, negatieve externe effecten die niet beprijsd zijn, die niet terugkomen in de prijs van producten. Daar moeten we denk ik vanaf, maar dat betekent niet dat alle groei zomaar per definitie slecht is en dus inzetten op ontgroeien, zou ik zeggen, ja, dan sla je de spijker wel een beetje mis. Oké, maar even duidelijk hebben dan, meneer Schendeling, zou u dat voorstellen, ontgroeien? Ik zou willen voorstellen om inderdaad de consumptie echt een nulgroei te laten hebben. Dus dat wij niet verder groeien in consumptie in de toekomst. En ik zou als antwoord willen geven op, of als reactie eigenlijk op jouw stelling, ik denk dat groei bijna altijd een negatief effect heeft op vergroening. En laat ik daar gewoon een heel simpel voorbeeld van noemen, zodat iedereen het een beetje kan volgen. Stel, je hebt een bedrijf en je gaat je bedrijfsprocessen, zeg, 20% efficiënter maken. Dus je gaat 20% minder materiaal en 20% minder energie gebruiken. Nou, dat betekent ook dat het bedrijf 20% aan geldmiddelen overhoudt. Nou, dan kun je 2 dingen doen. Je kunt je prijzen verlagen, of je kunt het geld teruggeven aan de aandeelhouder. En dat betekent dat daarna elders in de economie meer geconsumeerd wordt. En dat is precies waarom economische groei ook altijd vergroening weer ongedaan maakt. Dus zelfs al zijn die productieprocessen bij het bedrijf groener geworden, doordat er elders in de economie meer geconsumeerd wordt, wordt die winst, die vergroeningswinst, weer deels ongedaan gemaakt. En dat is mijn stelling tegen groei. Zolang we blijven dweilen met de kraan open, namelijk we vergroenen, maar we laten deels ongedaan maken, gaan we de klimaatdoelen van Parijs niet halen. Oké, daar komen we zo wel even verder over te spreken. Maar de mensen die nu zitten te luisteren en denken van ja, leuk al die ideeën van die mensen, die moeten misschien ook nog even iets meer weten van u, meneer Schendeling. Want u leeft zelf ook volgens dit model, volgens mij. Ik heb inderdaad wel gedacht, als ik dit echt geloof, moet ik het ook echt maar in daden omzetten. En dus hoe ziet uw leven eruit? Nou, ik heb heel concreet geprobeerd om te leven van genoeg. En heb ik gedacht, nou, hoe definieer je dat nou, leven van genoeg? Wat is dat? Toen heb ik gedacht, nou, laten we proberen te leven van het equivalent van 1 aardbol. Dus mensen kunnen dat ook thuis uitrekenen. Dus je global footprint kun je uitrekenen. En ik heb samen met mijn vrouw ernaar gestreefd om op ongeveer 1 aardbol uit te komen. En toen kwam ik er tot mijn verrassing achter dat in tegenstelling tot wat veel mensen denken en wat ik ook vroeger dacht, namelijk dat groener leven duurder is, dat eigenlijk goedkoper is. Dus je gaat bijvoorbeeld spullen kopen die langer meegaan. Die zijn dan in de aanschaf duurder. Dus in eerste instantie ben je wat meer kwijt. Maar we kwamen erachter na 1 jaar of 5. Ja, we zijn nu eigenlijk wel substantieel minder kwijt. We waren in totaal ongeveer 20% minder kwijt. Toen ben ik dus ook 20% minder gaan werken. Dus dat was een van de bijzondere bijeffecten van stoppen met groei. En heeft u kinderen? Ja, we hebben een zoontje.
En kan die al, is hij al zover dat hij zich een mening kan vormen over deze levenswijze? Hij is 3. Hij heeft wel overal mening over, maar ik vraag me af of hij dit kan volgen. Ja. Nou ja, ik ben benieuwd als ik u zo'n beetje volg. En denk, want u bent met minder eigenlijk genoegen gaan nemen. Dat is wat er aan de hand is. Dat gaat er bij kinderen volgens mij slecht in. Nou, maar ik doe het dus wel mede voor hem. Dus ik heb ook echt zitten denken, want 2018, ik had het net over 2018, was het dramatisch IPCC-rapport. Het was ook het jaar dat mijn zoontje geboren werd en dat ik me realiseerde, hij leeft in het jaar 2100 nog. En wat voor wereld gaan we hem nalaten? En het was echt voor mij een hele extra push om te zeggen, ik moet nu ook echt hier werk van gaan maken. Ja, u bent volgens mij wel de enige, want het is natuurlijk makkelijk bruggetje naar de rijen op Schiphol. Dan ben ik benieuwd hoe u daar naar kijkt. Ja. Als je het hebt over met genoeg nemen. Ja, wat ik denk is dat heel veel mensen heel graag willen dat er meer snelheid wordt gemaakt met het halen van de klimaatdoelen van Parijs. Volgens mij echt 80% van de mensen maakt zich daar heel erg zorgen over. Mensen vinden het ook echt heel frustrerend dat overheden telkens die doelen niet halen. Denk ook aan Nederland. Dat we amper onze klimaatdoelen van 2020 hebben gehaald. En ik denk dus dat mensen gewoon echt willen dat er meer snelheid op komt. En dat ze steun willen van de overheid. Kijk, nu is natuurlijk de overheid totaal niet aan je zijde als je probeert te leven van genoeg. Nee. Sterker nog, de overheid probeert de consumptie aan te jagen. Ja, ik ben wel benieuwd, want u zegt ik ben ook 20% minder gaan werken. Zou iedereen dat kunnen? Want u werkt voor een gerenommeerd adviesbureau. U heeft volgens mij een goede baan. Mm-hmm. Zou iedereen die keuze kunnen maken? Nou, wat voor iedereen geldt, is dat je ongeveer 20% goedkoper uit bent. Dus ik heb ook echt een model gemaakt, gewoon een huishoudboekje. Zou ook kunnen gelden voor mensen die een minimuminkomen hebben. Iedereen is 20% goedkoper uit als je gaat leven van genoeg. Want dat heb ik ook echt nagerekend met gewoon gemodelleerd voor een gemiddeld huishoudboekje van een gemiddelde Nederlander. Elke Nederlander zou ongeveer 20% goedkoper uit zijn als je dat gaat doen. Dus ik denk inderdaad dat je dit gewoon kunt stellen voor de hele economie. Als we met z'n allen gaan proberen om te leven van genoeg. Dat we dan dus ook inderdaad met z'n allen meer vrije tijd overhouden. Dat is een van de gevolgen van stoppen met groei. Maar vrije tijd kost ook weer geld. Ik bedoel, wat kunt u niet meer wat u voorheen dan wel deed? Wat niet meer kan. Wat is die 20%? Heeft u voorbeelden daarvan? Ja, nou er zijn dus... Ik denk de grootste post is als je echt langer gaat doen met je spullen. En ik denk dat dat ook een van de grootste problemen in onze economie is. Dat bedrijven spullen maken die kunstmatig korter meegaan. Dus die spullen worden eigenlijk gemaakt om kapot te gaan. Want de huidige economische logica is hoe meer omzet, hoe meer winst je maakt uiteindelijk ook als bedrijf. En om meer omzet te maken moet je als bedrijf voor zorgen dat een product binnen afzienbare tijd kapot gaat om weer nieuwe producten te kunnen verkopen. En ik denk dat als je heel erg gaat focussen op laat ik producten kopen die lang meegaan, dan moet je soms echt zoeken. Dus het is vooral ongelooflijk veel uitzoekwerk geweest als ik naar de afgelopen 5 jaar kijk. Ga je zoeken van welke producten gaan er echt langer mee. Als je die eenmaal hebt gevonden, dan bespaar je dus daar verreweg het meest op. Ja. En nu zit ik te denken, meneer Hardeman, u werkt voor die bank. Die financiert natuurlijk al die bedrijven ook die spullen maken. Zou je dan moeten stoppen met bedrijven financieren die op volgens dit model werken, wat meneer Schendeling beschrijft? Of hoe zouden we hier moeten komen? Ik denk wel, wat Paul volgens mij schetste, is dat we naar een circulaire economie toe moeten. Dus een economie waar de langere levensduur van producten, dat wordt echt gewaardeerd, in plaats van dat het steeds hernieuwen van nieuwe producten, dat wordt gewaardeerd. Ja. En om daar te komen, ik heb op zich sympathie voor het idee dat individuen keuzes maken, zoals Paul voor zichzelf en zijn gezin keuzes heeft. Zou u dat kunnen met 20% minder genoegen nemen? Weet ik niet, durf ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 te antwoorden. Eigenlijk de vraag die jij ook stelt, waar ga ik dan op ingeven, zeg maar, durf ik zo 1, 2, 3 niet te beantwoorden. Waarom eigenlijk niet? Waarom durft u niet te beantwoorden? Ik weet niet, daar zou ik dieper over na moeten denken. Daar zou ik langer bij stil moeten staan van wat is het dan concreet inderdaad waar ik op in wil geven. En dat, daar heb ik gewoon nu even geen beeld bij. Maar u heeft het over die circulaire economie. Daarover zijn jullie het volgens mij eens. We moeten naar die groene economie toe. Maar volgens mij, als ik u beide goed begrijp, zegt meneer Schendeling van wacht even, dat betekent ook afscheid nemen van het groei ambiëren. En ik heb het idee dat u zegt, meneer Hardeman, dat kan ook samen. Je kan een groene, circulaire economie hebben en toch ook nog groeien. Nou, mijn vraag aan Paul zou vooral eigenlijk zijn van hoe komen we daar dan? En daarbij denk ik gewoon echt dat er best wel een fikse rol is weggelegd voor de overheid. Zeker. Wat ik net eigenlijk ook al zei, toen ik het over externaliteit had, van dan moeten we een duidelijke prijs komen op
bijvoorbeeld CO2-emissies van bedrijven. En dan zullen we ook zien dat sommige bedrijven daar beter in staat zijn dan andere bedrijven. En dan is het ook aan ons als bank om juist die bedrijven te gaan financieren. Ja, dan komt toch weer op uw vraag. Ja, dus de mensen meer te laten betalen voor de belasting van het milieu. Maar kan je dan nog steeds, ben ik nog steeds benieuwd naar, kan je dan ook dat wel samen laten gaan met groeien? Dat je elk jaar wel groeit en meer winst maakt als bedrijf? Nou ja, zodra we meer waarde gaan hechten aan producten die geen negatieve impact hebben op de sociale stand van het land en het milieu, inclusief klimaatverandering. Ja, dan is dat gewoon zeg maar de level playing field waarin bedrijven moeten gaan opereren. En of dat dan nou wel of geen groei gaat genereren in BBP-zin, ja, dat vind ik in principe een wat minder relevante vraag. Ja, is dat inderdaad minder relevant? Want daar is ons hele systeem toch op gebouwd? Nou, u begon te vragen van bedrijven moeten zwarte cijfers genereren. Ja. Ik denk dat bedrijven dat dan nog steeds gaan doen, maar wel met andere producten. En dat is wat mij betreft prima. Oké. U luistert overigens naar Geld of Je Leven op deze tweede Pinksterdag. De vraag staat centraal of we moeten stoppen met economische groei. Daar hebben we het over vanmiddag. En dat bespreek ik met econoom Paul Schendeling, die ervan overtuigd is dat dat nodig is. We moeten stoppen met groeien. En hij is de gast samen met Sjoerd Hardeman, econoom bij de Rabobank. Die hoorde u zojuist. En u zegt van, ik denk dat dat dus mogelijk is. Dat er en zwarte cijfers kunnen geschreven worden door bedrijven en dat je heel duurzaam kan zijn, circulair. Kan dat inderdaad samengaan, meneer Schendeling? Ik denk inderdaad dat succesvolle bedrijven en stoppen met groei samen kan gaan. En ik ben het ook van harte met Sjoerd eens dat er echt overheidsingrijpen nodig is om dat voor elkaar te krijgen. En eigenlijk mijn voornaamste stelling is, bedrijven moeten nog steeds streven naar succes, maar we moeten de definitie van succes veranderen. En dat doen we door een hele stevige milieubelasting op consumptie in te voeren. En die stevige belasting op consumptie gaat ervoor zorgen dat voor bedrijven een prikkel ontstaat om zoveel mogelijk toegevoegde waarde te leveren met een zo klein mogelijke milieu-impact. Okay. En dus dat is een totaal verschil ten opzichte van de situatie nu. Dus nu is de prikkel zoveel mogelijk omzet, zoveel mogelijk winst. Straks is de prikkel zoveel mogelijk toegevoegde waarde, zo klein mogelijk milieu-impact. Dat levert de meeste winst op. Dus je verandert die definitie van succesvol ondernemingen. En is dat ook zo? Geldt dat alleen voor bedrijven? Of zegt u van nee, ik als consument moet ook meer gaan dokken voor alles wat het milieu te veel belast? Nou, dat is inderdaad de crux. En dat is dus ook een heel recent wetenschappelijk inzicht. Dus je ziet nu in de topwetenschappelijke literatuur dat wetenschappers nu om zijn gegaan. Dus tot voor kort stond in de IPCC-rapporten stonden alleen maar maatregelen gericht op bedrijven. Dus we moeten zorgen dat bedrijven anders gaan produceren, hun productieprocessen efficiënter maken en vergroenen. Maar ze kwamen erachter, waar ik zelf net het voorbeeld van gaf, vergroenen van bedrijfsprocessen, zolang dat samen blijft gaan met stijgende consumptie, heeft dat heel erg weinig zin. Dus in het laatste IPCC-rapport was een heel groot deel van het rapport gewijd aan stoppen met groei en ervoor zorgen dat ook aan de consumptiekant van de economie meer maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat die vergroening ook echt effect heeft. En dat is waar in Hengelo. Wij praten nog verder met Paul Schendeling, econoom en schrijver van het boek Hoe handel ik eerlijk, en met Sjoerd Hardeman, econoom bij de Rabobank, over de vraag of de economie altijd maar moet blijven groeien en of meer winst het streven zou moeten zijn. Jullie zijn het er allebei over eens dat dat wel echt verleden tijd is, dat we toe moeten naar een duurzame, groene economie. Paul Schendeling zegt van ja, wacht even, dat hele zwarte cijfers schrijven, meer winst maken, groeien, dat idee mag je ook wel loslaten. Waar gebleven bij, jullie allebei zeiden eigenlijk, er zou veel meer betaald moeten worden door bedrijven en door consumenten, direct of indirect, voor het gebruik van spullen die het milieu belasten. Dat is ook een politieke keuze, vraagt dat natuurlijk. Dat geven jullie ook allebei aan. Maar ik vraag me wel af, want ik moet denken aan Paul Schendeling, aan de benzineprijs die nu op recordhoogte zit. We dachten in de corona van, nou, we blijven allemaal thuiswerken, we gaan minder rijden. En we horen, geloof ik, afgelopen week was er in het nieuws dat de files misschien wel langer zijn en meer zijn dan ooit. Ondanks die hoge benzineprijs. Brengt de vraag met zich mee, is dat een prikkel die gaat werken? Als je ons meer laat betalen voor het gebruik van milieuvervuilende spullen. Want blijkbaar hebben we het ervoor over. Ja. Nou, dat hangt er natuurlijk vanaf of de prikkel sterk genoeg is. En de reden dat de voorstellen die ik doe uiteindelijk zullen leiden tot minder groei, is dat die prikkel echt heel stevig moet zijn. Dus ik heb echt wel vergaande voorstellen om inderdaad milieuheffingen door te voeren op consumptie. Zoals wat voor heffingen? Op wat voor spullen? Of hoe hoog moet ik daar aan denken? Nou, die zou je eigenlijk, ook naar het voorstel van Sjoerd, zou je inderdaad tot een soort algemene CO2-heffing of materialenheffing moeten komen, die je dan niet op het niveau van bedrijven heft, maar echt op het niveau van consumenten. Zodat consumenten ook echt gaan kiezen voor producten
producten die veel milieuvriendelijker tot stand zijn gekomen. En noem eens een voorbeeld. Waar moet ik dan een flinke heffing over betalen als ik wat koop? Nou ja, eigenlijk de economische activiteit die verreweg de meeste uitstoot veroorzaakt, zijn spullen. Dus dan kom ik toch eigenlijk weer terug op dat voorbeeldje waarvan ik zelf erachter kwam. Hé, daar kun je ook het meest op besparen. Ik denk eerlijk gezegd dat daar ook gewoon de meeste vervuiling nog in die keten zit die we eruit kunnen krijgen. Dus wat denk ik het meeste in prijs zal veranderen zijn spullen. En dat zal dus een enorme prikkel geven voor consumenten om te kiezen voor spullen die gemaakt zijn op een milieuvriendelijke manier. En dat geeft dan volgens voor bedrijven een prikkel om die producten zodanig te maken dat ze veel minder milieubelastend zijn. Maar dan moet ik bijvoorbeeld denken aan het zou mooi weer moeten zijn, begin juni, maar bijvoorbeeld een heel goedkoop plastic tuinset, wat na vier keer zitten in elkaar bijvoorbeeld. Ja, en elektronica bijvoorbeeld. Dus van alle spullen die je kan bedenken, hebben elektronica verreweg de grootste milieu-impact. Dus ik denk dat een stevige CO2-heffing aan de consumentenkant, dat bijvoorbeeld elektronica duurder zal maken, waardoor we echt gaan nadenken, hey, hoe zorg ik ervoor, nou, om bijvoorbeeld een smartphone te nemen, dat ik daar zo lang mogelijk mee doe, in plaats van dat ik er 2 of 3 jaar max mee doe en hem dan afdank. Hoe ver moet je dan gaan, denkt u, meneer Hardeman, als je zo'n heffing zou willen invoeren? Wat bedoelt u met hoe ver? Nou, ik heb het idee dat ook al komt er een heffing, dat ik toch die spullen blijf kopen. Nou, ik denk iets anders waar we in ieder geval over na moeten gaan denken ook, is van ja, hoe zorgen we ervoor dat iedereen daarin mee kan gaan. Je kunt die prijzen inderdaad gaan verhogen. Maar mensen willen nog wel eten, drinken en ook van A naar B kunnen komen. Ja, dat is waarom ik vroeg aan meneer Schendeling, zou ook iemand met een minimuminkomen hier in dit verhaal mee kunnen komen? Nou ja, die mensen moeten we daar inderdaad wel in meenemen. Dus op een bepaalde manier denk ik toch ook de onderkant van de samenleving, zeg maar. Inderdaad, u noemt mensen met een minimumloon. Dat zij ook een leven kunnen leiden, ja, waarin ze toch ook echt wel welvarend zijn. En dat dus je zult hen ook ergens moeten compenseren, denk ik. Ja, dat is de korte termijn. Ja, dus en dat moet dan weer van de politiek komen, zegt u. Zegt u beide van de politiek maakt deze keuze nog niet genoeg? Want de politiek heeft natuurlijk de mond vol van verduurzaming. Ik bedoel, elke dag kunnen we het lezen in het nieuws, maar niet genoeg. Absoluut. Absoluut. En er zijn eigenlijk maar 2 randvoorwaarden waardoor ook de kiezer, ook gewoon mensen met een gemiddeld inkomen of lager inkomen, dit kunnen steunen. En dat is effectiviteit en eerlijkheid. Nou, effectiviteit heb ik het over gehad. Dus het huidige beleid is aantoonbaar niet effectief genoeg. En de tweede randvoorwaarde is eerlijkheid. Dus een milieuheffing op consumptie moet gepaard gaan met een fors lagere belasting op arbeid en inkomen. En die belasting moet bovendien zodanig verlaagd worden dat mensen met een gemiddeld of lager inkomen veel meer belasting terugkrijgen, zodat voor hun eigenlijk de levensstandaard amper verandert. En dat vooral de gevolgen merkbaar zullen zijn voor de 10% hoogste inkomens. En zou je dan de koning in een troonrede niet meer horen zeggen dat we weer meer kunnen kopen en dat we weer meer kunnen? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat als ik dat voorstel doe, en ik heb ook wel gekeken wat voor effecten heeft dat op verschillende inkomensniveaus, dan denk ik dat het voor 90% van de mensen niet een teruggang in welvaart betekent. En dat heeft er onder andere mee te maken dat door die prikkels zoals ze nu staan heel veel producten ook onnodig kort meegaan. En als we die prikkels goed gaan zetten, gaan die producten langer mee. Met andere woorden, je hoeft niet per se te denken, stoppen met groei betekent ook minder geluk of minder welbevinden, nee, of er in welvaart op achteruit gaan. Nee, het betekent in feite tevreden zijn met wat we nu hebben en afstand doen van de claim van we willen in de toekomst nog meer. Dus het betekent niet meer. Het betekent gewoon de huidige welvaart behouden en ervoor zorgen dat we tegelijkertijd die doelen van Parijs gaan halen. En als mensen denken van hoe zit dat met het geluk, kunnen ze altijd bij jou terecht, want jij bent het levende voorbeeld, zeg je zelf. Mag ik jullie beiden hartelijk danken. Paul Schendeling, econoom, schrijver van het boek Hoe handel ik eerlijk, en Sjoerd Hardeman, econoom bij de Rabobank. Ik dank wel voor het luisteren. Dit was Geld of je leven. Zometeen één vandaag. Ik wens je nog een